Goedendag mensen, welkom bij een nieuwe kaarttruc. Vandaag ga ik jullie een kaarttruc laten zien waarbij de kaart door een doos heen gaat, de gekozen kaart. Dus ik zou zeggen, blijf lekker kijken en geniet van deze kaarttruc. Aan het einde ga ik hem uitleggen. Nou, de truc is eigenlijk heel simpel. Je hebt gewoon een normaal spelkaart, niks raars mee, gewoon een normaal spelkaart. Zoals jullie dus allemaal zien, gewoon verschillende kaarten. En wat je dan doet, is je zegt tegen de persoon, zeg maar stop. Zij zeggen stop en ze pakken deze kaart. En in dit geval is de kaart dus een ruiter 5. En de ruiter 5 is een hele chille kaart. Ja, eigenlijk heel vet. Wat we dus gaan doen is, ik leg de kaart of de doos eventjes hier neer en pakken de ruiter 5, die draaien we om. En die gaan we dus proberen door het doos te doen. En wat we dus doen, is ik hou hem zo vast. Ik ga hem pakken en bam, ik ga door het doosje nog een keer. Pak hem en, oh, wow, wacht even op. Pak hem en, oh, wacht, misschien moet ik het even opnieuw doen. Even kijken. Yes, hij is gewerkt en hij ligt niet meer bovenop als het goed is. Ja, hij is weg. En nou hoor je iets. Inderdaad, er ligt één kaart in het doosje en dat is de klaveren 5. En dit is hem dus. En nu komt de uitleg. Nou, wat je voor deze truc nodig hebt is eigenlijk een aantal dingetjes. Je hebt een doosje nodig voor de kaarten, een normaal spelkaarten en twee dezelfde kaarten. De voorbereiding is heel simpel. Je pakt de kaart die je hebt, je kan hem in een doosje doen, je kan hem ook in je schoen doen of waar dan ook. Wat ik doe, ik zet hem in het doosje en je zorgt dat niemand aan het doosje komt. Wat je dan doet is, je legt de kaart, dus de dubbele kaart, leg je bovenop. En deze move heb ik al een keer eerder uitgelegd om ervoor te zorgen dat hun de kaart kiezen die jij wilt. Jij forceert hun zeg maar om de kaart te kiezen zonder dat zij het weten. Wat ik altijd doe is ik zeg stop en ik riffel en ik pak deze kaart, de bovenste kaart, sleep ik dan hier naartoe en zo kunnen hun die kaart kiezen. Je kan ook gewoon zeggen van stop en dus, ja, deze kaart, de bovenste kaart halen dus af en die geven dus aan hun. Dit heb ik al eerder uitgelegd, dus mocht je nou willen weten hoe dat werkt, kijk dan even op mijn kanaal en dan kan je dus vinden. Maar je zorgt dus dat de bovenste kaart, dat zij die gaan kiezen. Dus jij zegt stop, hun kiezen die klaver 5 die dan hier ligt. En hun gaan er dan vanuit van oké, dit is een random kaart, die heb ik gekozen, daar heb ik een goed gevoel bij. Eerlijk gekozen. Wat je dan doet, wat ik eigenlijk doe, is ik hou een pinky break onder de ruiter A's. Weet je niet wat een pinky break is? Kijk even op YouTube, ik ga het nou niet uitleggen. Wat je dan doet, is je legt deze kaart, leg je op deze kaart en je pakt ze alle twee op. Snap je wat ik bedoel? Dus de kaart die hier ligt, dus waar je een pinky break onder hebt, je legt die ruiter 5 leg je onder en je pakt ze alle twee op. Heel voorzichtig. Het zijn twee kaarten. Hun denken dat het één kaart is. Wat je dan doet is van, dus je zegt van oké, die ruiter, de klaveren 5, die leg ik hier neer. Je zit eigenlijk hier, maar er ligt eigenlijk een kaart dus bovenop nu. En wat je dan doet is je zegt van oké, ik pak een doosje en ik ga ervoor zorgen dat hij hier doorheen komt. Wat je dan doet is je pakt de kaart met je palm en je gooit hem erop. En hun denken van, oh, je doet een fout en je doet het nog een keer. Maar zorg niet dat ze dit zien. Zorg dat ze alleen deze kant zien. Dus je zegt van, oké, dan ga ik weer en je legt hem weer op. En dan knalt er weer niet doorheen. En hun denken van, oké, je faalt. En bij de vierde keer ongeveer, dat je laat zien dat je echt faalt. En bij de vierde keer, dan het enige wat je doet is als ik mijn hand hier heb, laat ik hem gewoon vallen. En uit deze hoek denken ze van, oh ja, pak hem weer. Maar ik laat hem gewoon vallen. Snap je wat ik bedoel? Dus je laat hem gewoon vallen. En hun denken van, je hebt hem nog. En doe net of je hem hebt en je doet van, bam, hij zit er doorheen. En dan denk je dan van wat? En je kijkt zo in het doosje en dan ligt hij dan, daar ligt de klaver 5 erin. En zo simpel is het truc. Hij klinkt misschien heel simpel en misschien denk je van het is echt niet vet. Maar ik zou je zeggen oefen het en je zult echt zien dat jij de truc vet maakt. Door jou oefenen gaat hij er echt heel vet uitzien. Voeg me toe op Facebook en op Instagram. Morgen ben ik terug met een nieuwe video. Wil je nou meer kaarttrucs? Geef dan een like. Mijn naam is Joel en ik zeg ciao.